Volle kracht vooruit heet het coalitieprogramma dat begin mei werd gepresenteerd. Maar op de uitwerking van de plannen is het nog wachten. Het duurt te lang, zo vindt de oppositie. We zitten eigenlijk nog een beetje te wachten op wat er echt gaat gebeuren. Hoe men wat wil gaan doen, dat is allemaal niet duidelijk. De linkse oppositie vreest vooral voor de bezuinigingen op de zorg en het armoedebeleid. En voor werkgelegenheid heeft dit stadsbestuur veel te weinig oog. Joost Eertmans heeft beloofd dat Rotterdam als eerste uit de crisis zou komen. Nou, er staat geen letter in over hoe dit college gaat proberen om de werkloosheid, de jeugdwerkloosheid in Rotterdam aan te pakken. Nou, dat vind ik ook zwaar teleurstellend. Nergens lees je erover van wat dit college wil gaan doen voor het faciliteren van meer banen in de gemeente Rotterdam. Heb nou even geduld, zo vindt de grootste partij in de raad, Leefbaar Rotterdam. Na de zomer komt een pakket van maatregelen. Als we fatale termijnen zouden overschrijden of we zouden er veel langer over doen, dan vind ik het terecht als ze kritiek hebben. Maar in dit geval maken we toch een behoorlijk snelle start. Dus ik vind dat heel netjes. Maar toch, het verschil met 2002 is groot. Onder leiding van Pim Fortuyn werd Leefbaar de grootste partij. En er gebeurde echt iets in de stad. Wat je daar ook over kunt denken, want ik vond het een flinke stap naar rechts en was er dus niet zo enthousiast over. Maar wat er wel gebeurde, was dat er hele duidelijke keuzes werden gemaakt. Nou, we missen die flair van 2002 wel, ja. Er is niet meteen een verandering, er zitten geen radicale andere stappen in. Het is een beetje een voortzetting van eenzelfde beleid, waar anderen toch ook wel heel veel kritiek op hebben gehad. En dat is natuurlijk wel gek. Het lukt het nieuwe college voorlopig nog niet. Het stadhuis is eventjes flink op te schudden. Van de stoere taal in de campagne en in het coalitieakkoord komt voorlopig maar weinig terecht. Later dit jaar moet blijken wat er van de veelbelovende can-do-mentaliteit echt terecht komt.